eerst even naar Nicky Herr. De zoektocht naar Anne Faber gaat nog steeds door. Ja, want ondanks dat er gisteren een verdachte is aangehouden, Michael P. van 27, ja, is Anne nog steeds niet gevonden. En dus gaan de politie, vrijwilligers van het Rode Kruis, familie en bekenden ook vandaag verder met hun zoektocht. De kamer van P. in de psychiatrische instelling in Den Dolder is gisteren doorzocht door de politie. En verslaggever Annemarie Verhagen van RTV Utrecht die volgt de zaak op de voet. Ja, de recherche heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de kliniek waar deze man verbleef. Het gaat om een gewelddadig iemand. Hè. Hij heeft een aantal verkrachtingen op zijn naam staan en nog andere dingen. En het is iemand die daar toen de tijd in de rechtszaal trots op zei te zijn. Dat zegt natuurlijk wel iets over iemand. En verder gaat het onderzoek vandaag natuurlijk verder. Want zolang er niet bekend is waar Anne Faber is, wordt die natuurlijk verhoord. En verder wordt er verder gezocht, ook vooral meer richting de kliniek waar hij verbleef. Ja, er wordt nog steeds verder gezocht. Emily van Outeren, de verdachte die, waar het nu om gaat, hè, die is opgepakt. Die kreeg 16 jaar voor 2 brute verkrachtingen. Maar het hof verlaagde zijn straf. En nu, na 2/3 van zijn tijd te hebben uitgezeten, mag hij langzaam weer de maatschappij in. Een fatale misser volgens jou? Nou, het is natuurlijk vreselijk als die man is nog verdachte, maar zij is al zo lang kwijt dat we ons daar wel echt zorgen over moeten maken. En ja, het is natuurlijk niet uit te sluiten. Ook niet als hij zijn straf wel had uitgezeten, was er misschien nog iets gebeurd. Je vraagt je misschien af waarom iemand die zo gestoord lijkt geen TBS heeft gekregen. Ja. En dit is wel een van de dingen die ook is uitgelekt uit het regeerakkoord, dat ze wel ook daar strenger in willen zijn. Het lijkt nu bijna vanzelfsprekend dat je na 2/3 van je straf vrijkomt. En daar willen de nieuwe regeringspartijen iets aan doen. Oké, dat is alvast uitgelekt. Gaan we terug naar jou, Nicky. Er was een brand vannacht in Den Haag. Dat klopt, een woningbrand. En de brand...